Als je in de beeldentuin loopt, kom je deze borden ineens tegen. Ik sta hier met Suzanne Kentje, restaurator van het Krullenmuller. Wat is hier aan de hand? Nou, hier is van alles aan de hand. Het werk moet na bijna 50 jaar dat het hier staat hard nodig gerestaureerd worden. Mm-hmm. Ik denk dat gaan we beter van dichtbij kijken. Dus ga je mee? Ja. Daarboven zie je allemaal verschillende schades. Dus je ziet er scheuren in het beton, dus er zijn verschillende problemen eigenlijk aan de ondergrondlaag. Dus het werk is van beton gemaakt en daaroverheen bewapend beton zit een verflaag. Het beton brokkelt een beetje af, je ziet er scheuren in en straks op de plekken waar je net zag waar de verflaag al weggehaald was, zag je dat die scheuren eigenlijk nog veel meer doorlopen. Je ziet ook dat die verflaag, de huidige verflaag, heel erg veel grijze plekken heeft. Nou, dan komt dat mensen hier echt tegen aanlopen en naar boven willen klimmen. Als het werk dicht is in de winter, mensen graag naar boven kijken natuurlijk. En die puntjes hier, dan zie je gewoon dat er ook graag gerookt wordt en de peuken op uitgedrukt. Wat jammer is. En ik ga nu naar binnen. En ik ga nog niet naar binnen, want ik wil je dat nog laten zien. Als je dichterbij komt misschien, zie je overal van die blazen. En dat is ook een samenspeel van verschillende dingen. Zeg maar dat beton daaronder is totaal verzadigd met water. En dat geeft druk op de verflaag. En daardoor ontstaan hier blazen. Daar zit eigenlijk een beetje water onder. Dus wat wij nu vaak hebben gedaan, een beetje open te snijden en dat water eruit te drukken. Maar ja, dat kun je natuurlijk blijven doen. Dus het moet groter aangepakt. Op deze plek zie je eigenlijk heel erg goed hoe beschadigd de huidige verflaag is. Je ziet heel grote plekken waar je echt op het pure beton gaat kijken. Je ziet ook dat het een beetje geliger is hier en daar. Je kunt echt die oude verflagen kun je bijna aftrekken. En wat je ook goed kunt zien, je kunt het echt heel erg omhoog trekken. Kun je je voorstellen hoeveel water daaronder loopt in de loop van de tijd. En daardoor wordt het eigenlijk alleen maar erger. En dat is ook de reden. En die verflaag is echt gewoon op en moet af. En dan moeten we heel goed over nadenken wat we dan wel erop doen, wat langer duurzaam is. Nou, hier op dat vlak kun je zien, daar is al een stuk verflaag afgehaald. Dat gebeurt met de stoomapparatuur. En dat is de werkzaamheden die we hier de komende weken gaan uitvoeren. Dus daar kun je als bezoeker ook mooi meekijken. En wat je hier ook weer kunt zien is dat er onder best wel beschadigingen in het beton zijn. Je ziet hier ook weer resten van de zwarte beleiding terug. En nadat de hele verflaag afgehaald is, gaat dat beton natuurlijk gerepareerd worden. Dus al die scheuren, al die stukjes die uitgebroken zijn, worden hersteld. En later komt dan weer een nieuwe verflaag overheen.